Out swinger en de goal. Nu zit hij wel. Het is Kostjes die hem binnenkomt. Ja, dat herinner ik me nog heel goed. Was tegen Lokeren 4-1 gewonnen. Dus dat was een mooi debuut. Verschillende mooie herinneringen, maar dat jaar dat wij de bekerfinale hebben gehaald, play-off 2 gewonnen en dan ook Europese voorrondes hebben mogen spelen, ja, dat ziet er toch wel uit. Voor dit seizoen nog zoveel mogelijk punten te pakken en ons zo snel mogelijk te redden. Ja. Toch nog een positieve manier te zoeken kunnen afsluiten. Ik hoop hier nog terug wat mooiere momenten mee te maken. Hopelijk kunnen we volgend jaar met de eerste vier meedoen. Misschien als je heel stoute verwachtingen hebt, zelfs meedoen voor te promoveren. Dus hopelijk kan ons dat lukken. Van. Ja, ik ben trots dat ik zoveel wedstrijden voor Westerlo heb mogen spelen. Ik heb ook in andere clubs nog wel enkele. Het is nog niet het moment voor mij om terug te kijken. Ik ben nog niet zo oud, dus Ik probeer nog vooruit te kijken. Maar ik denk dat ik wel al tevreden mag zijn op wat ik heb gepresteerd. Ja, ik weet dat het geen gemakkelijk seizoen is geweest voor jullie en voor ons ook niet. Maar ik wil u toch bedanken voor de steun die we zijn blijven krijgen van jullie. En hopelijk kunnen jullie nog samen met ons, allemaal samen, nog een tandje bijsteken. Dat we nog genoeg punten gaan halen de volgende wedstrijden.